Yes, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty Black Ops 4. Vandaag spelen wij een potje met de Hades Light Machine Gun met daarop de Hybrid Max, de Rapid Fire en de Crossbar Operator mod. En wat de crossbar doet is natuurlijk het verandert je wapen van een wapen dat kan inzoomen in een wapen dat alleen maar kan hipfire, maar wel echt heel erg goed kan hipfire. Dus we spelen vandaag twee team deathmatch potjes met deze class. Rapid fire zodat we sneller kunnen schieten. Hybrid max zodat we net iets meer ammo hebben. En natuurlijk ook sneller kunnen reloaden. Want ja, dat is bij een light machine gun namelijk wel handig. En vooral bij een light machine gun die ook niet super veel kogeltjes hebt. Namelijk 60 zonder hybrid max en 84 dus met. En we gaan gewoon knallen. Leuke map. Heerlijke map. We gebruiken wel redelijk zo lage score streaks. Namelijk de UAV als eerste, de Lightning als tweede. En de Hellstorm. Ik had hem niet gezien, sorry team. En de Hellstorm als laatste. Dus qua scorestreak hoogte valt wel mee. Maar qua scorestreak efficiëntie is het best wel beast. Ik ga voor de zekerheid een granaat gooien. Waarom? Omdat ik denk dat er iemand zit. En er zitten er zelf meerdere. Ik heb er één. Ik wist dat je me ging volgen, bro. En weer proberen we neer te slaan, hè. Ik denk dat hij iets wil halen ofzo, want hij zit alleen maar te slaan namelijk deze gast. Ik zou niet weten waarom. Misschien is er wel een challenge ofzo ervoor, maar het is niet heel handig, want ik heb hem nu al twee keer daardoor kunnen killen namelijk. Ik hoorde hem. Lekker bezig team. Karretje, weg hier! Ah! Stomme dingen zijn dat! Hey, links zit er één. Hij heeft een pistooltje, hij heeft een heel sterk pistooltje. Ik heb nog maar 13 kogels. Weet je wat we doen? Ik heb een andere tactiek. Hij is weg. Ik herhaal, hij is weg. Hij is weer weg. Ik heb hem gehit. Ik heb hem. Hè? Zo, dat duurde even, jongen. Oh, yo. Ik ben dood. Ah, ik zag hem aankomen. Ik had hem nou niet verwacht. Dat was een lekker intensief beginnetje dit hoor. Oei. Als je dit bijna weer leuk vindt mensen, ram natuurlijk zoals een kaart op like. Hellstorm strike failure. Ram natuurlijk zoals een kaart op like knop. Ram niet op de like knop voor die Hellstorm, want die ging helemaal de verkeerde kant op. Maar de Lightning Strike pak één killetje. Dit is niet heel erg lekker met mijn scorestreaks, kan ik je toegeven. Wat een verpeste scorestreaks heb ik daar gegooid. Die granaat die is ook niet heel erg efficiënt, want ze rennen ervoor weg namelijk. Ja, dit is niet de manier hoe je scorestreaks gebruikt, jongens. Oh, yo. En dat is ook niet de manier... Ja, dat kan ik niet doen. Mijn teammate moet ze pakken. Ja, lekker team. Oh, yo. Slide is overpowered. Zag je het? Het is niet echt overpowered. Het was meer een grapje. Maar als je het in zo'n... Op zo'n manier gebruikt, dan is het natuurlijk wel heel erg sterk. Ik hoef nog niet te reloaden. En ik kan hier ook niet naar buiten, want er ligt zo'n mesh mine daar ook. Dus ik durf het eigenlijk. Teammate! Teammate! Je seeker mine blokt me, bro! Oh, yo! Ik was bang dat ze nog in mijn rug zouden spawnen. Ze zitten nu voor ons. Oké, daar gaan we. Teammate loopt met me mee. Zijn we dus met z'n tweeën, dat is goed. Dan loop je niet helemaal alleen namelijk. Oké, nu moeten we oppassen, want ze zitten hier. Slide! Nee, mijn slide deed het niet. Ah, hij had een Mosu met de operator mod. En de operator mod van de Mosu die killt als je een headshot maakt in, altijd in één kogel. Dus vandaar dat hij hem ook in één kogel had. Dat was wel goed van hem, though. Dat was een goede kill van hem. Hij kan op verre afstanden schieten. Maar dat was net iets te ver voor hem. Helaas, de enemies hebben nu ook een Tempest. Het is altijd zo, en dat heb ik echt door in deze game, dat zeg maar halverwege het potje, oftewel nu, dan halen de enemies altijd eventjes hun specialisten, dan komen ze altijd eventjes terug in zo'n potje. En op het moment dat hun specialisten weer voorbij zijn, wat dus zometeen weer is, dan pak je daarna gewoon weer de overhand. Het is echt net eventjes dat stukje, dat ze hun specialisten allemaal tegelijkertijd halen. De Annihilator, de Tempest, de War Machine. Er zit altijd zo'n soort van break in, zeg maar. Ik zag ze zitten. Oh, ik heb ze wel alle twee. Ik heb die twee campers. Lekker voor jullie, jongens. Oh, ze zaten alle twee mid-maf daar, jongen. Alle twee neer. Heerlijk gewoon. Ik ben wel mijn warmmachine door de... kwijtgeraakt, maar... Oh, ze beginnen te campen in één keer.
Oh, ik denk dat ze dit potje willen winnen. In één keer trekken ze terug. In één keer beginnen ze heel erg langzaam te spelen. Dus ik denk dat het allemaal komt omdat ze dit potje graag willen winnen. Lekker team. Oh, nu zitten ze daar met z'n tweeën. Oh, wauw jongens. Oh, war machine. En je ziet hoe ze nu spelen. Ze beginnen echt heel erg hard te campen in één keer. Maar ze hebben nog niet de voorsprong. Dus er is nog niks aan de hand nu. We gaan dit wel gewoon winnen. Tot de 75 kills. Ja, in mijn rug, in mijn rug, in mijn rug. Oh, dankjewel teammate. Nee, er zit er nog één. Oh, ze beginnen stil te gaan staan. Nog 13 kills team, let's do this ouwe, kom op. We got this. Hij zit daar te campen, hij is doorgerend, hij is doorgerend. Oké, okay, die heb ik nog. Oh, nu zit ze daar weer, pas op jongens. Hij doet zijn best om mij te killen jongens, zag je net. Oh, we gaan nu echt wel een paar keer achter elkaar dood. Is niet erg. Want we pakken de kills ook nog wel een beetje. Hij leeft nog hoor. Hij zit in dat hoekie. Ik wil net zeggen bro. Hij leeft daar binnen nog. Maar die mid-map hebben ze vastgehouden. Lekker team in je rug nu. Ze komen daar. Let op. Ze komen daar. Let op. Teammate schiet ook al. Terwijl ze er nog niet zijn. Dat is één. Ik durf niet meer. Granaat! Ren jongens! Hij heeft een triple kill met zijn granaat. Oei. Hij heeft ons wel even gepakt hoor. Met dat ding van hem. Let's go. Nog twee kills moeten er worden gemaakt. Zit het potje erop. Hondje heeft er één. En ik pak de andere twee. Let's go. Woo! Alsnog gewonnen met een eindscore van 36-9. Oftewel, dat is echt een lekker potje die we hier hebben neergezet. En je zag wel wat er gebeurde. Halverwege het potje kwamen ze eventjes terug. Hadden ze een UAV. Hadden ze nog een UAV. En dat komt natuurlijk door middel van hun specialist die ze toen allemaal hadden. Daarna begonnen ze te campen. Maar alsnog bleven wij erin pushen. En hebben we gewoon alsnog uiteindelijk dat potje met een best wel groot verschil kunnen winnen. Maar halverwege dat game, dan haal je gewoon altijd een aantal deaths. Puur door die paar specialisten die ze halen. Dus ik vind dat altijd best wel makkelijk. En je kan het ook niet heel makkelijk counteren. Ik denk dat de manier is hoe je die specialisten dan wel kan counteren. Is op het moment dat je weet dat ze ze halen. Namelijk halverwege dat potje. Dan probeer je ze eigenlijk te backriepen. Dus laten we dat een keer gaan uittesten. We gaan door naar game 2. We zijn in een Nuketown potje gekomen. Mijn hele team staat me op te wachten in mijn span. Hallo jongens. Hallo. En ik heb nog het verkeerde wapen vast ook. Jongens. Ik ga suicide doen. Wie doet er mee? Kom naar buiten. Kom. 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 Nou, ze deden niet mee. Dit is weer een beetje jammer. Ik wilde eigenlijk de enemies gaan backriepen zoals ik net natuurlijk zei. Maar ja, het is Nuketown. Oftewel, dat is eigenlijk gewoon onmogelijk om te doen op deze map. Maar natuurlijk, wat wij wel kunnen doen, is... Oh, de enemies een poepje laten ruiken. Dus Nuketown is... Ik vind het een leuke map. Alleen op deze game is het best wel een moeilijke map. Oh, waarom heb ik dit aanstaan? Alleen, als je een beetje die span in kan komen, dan kan je echt wel veel kills oppakken. Alleen... Als ze in het raampje staan te campen, ze zijn ook al in het raampje aan het campen, dan is het lastig om er doorheen te breken. Puur gewoon omdat die raampjes echt een overzicht hebben op de gehele map in deze Nuketown. Dus dat maakt het best wel weer moeilijk. Maar deze route kunnen we afstrepen, daar kunnen ze nu niet meer veel langskomen namelijk. Door die prachtige barricade die we hebben. En ik hoor ook... Ze wist dat ik er zat. Ik hoor een sensor dart liggen namelijk. Ze hebben een sensor dart hier op die bus geplaatst. Dus ze weten natuurlijk precies waar we zitten. Maar we moeten er gewoon doorheen breken. We moeten gewoon gaan met die banaan. Gewoon rennen. Oh, teammate, pak ze. Teammate is dood, nevermind. Oh, are you kidding me? Hij komt achter me aanrennen, hè? Dat had ik niet verwacht. Ik dacht, hij gaat juist omlopen, omdat ik het ook doe. Komt hij in één keer volle vaart achter me aanrennen, jongen. Ja, die zag ik even niet aankomen. Het spijt me. Oh, ze zitten weer boven, zitten weer boven. Dat is zo niet chill als ze dat doen. Maar helaas... kan je er vrij weinig aan doen. Ze zitten er alle twee in die bus. Ik kan ze niet pakken, want iemand is met microwave ingelopen. Want ze zitten me daar op te wachten namelijk. Zie je, ze zitten me daar op te wachten. Oh!
Hij was weak. Ik zag ze al heel de tijd zitten. Ik kon er niet in. Ik kon er niet in. Weer bij de bus. Weer bij de bus, jongens. Tweede keer. Ik hoop dat die iets gaat doen, die barricade. Ik denk het niet eigenlijk. Hij zit weer boven. Die enemies maken dit een heel lastig potje. Pas op je rug, Jan. Pas op je rug. Ik moet reloaden. Maar ik wist dat er een aankwam. Dankjewel. Enemy heeft een specialist. Kijk, dit bedoel ik dus. Halverwege het potje. Nu moeten we even oppassen, want hij heeft dus die war machine in zijn handen. Ja, je mag ook barricade kapot maken. Geen probleem, jongen. Ook al maak je mijn barricade kapot. Jullie gaan het niet overleven, enemies. Mooi niet. Andere kant op, andere kant op. Ik zet mijn barricade gewoon hier neer. Ik zet wel mijn barricades neer, maar ik ga er nooit bij campen natuurlijk. Ik zet die dingen gewoon neer in de hoop dat die enemies erin lopen. En meestal gebeurt dat ook, kan ik je zeggen. Ah, jammer. Gooi snel die Hellstorm. Hellstorm in de spawn. Komt die enemies. Go, 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 go. Hij is geklist. Ik probeerde hem te snel te gooien. En als je die Hellstorm te snel gooit, dan glitcht die en dan reset die. Ja. Dit is echt weer verspilling van een Hellstorm mezelf. Helaas. Oh, nee joh. Nou, is niet erg. We hebben toch gewonnen. Hij scoren 31-7. Zo doe je dat in Nuketown. Awesome potje. Ik ga wel, puur omdat dit, ja, een heel snel gamepje was. Gewoon omdat het kan. Nog een derde potje erachteraan spelen. We hebben weer de best play. Daar komt hij, jongens. Ah, lekker in de spawn killen. En nog een vierde erachteraan pakken. Mooie killcam, hoor. Dus op naar game 3. Laatste potje, jongens. Op de map Contraband. Ik ga niet door het midden. Waarom? Omdat, ja, de Hades dat letterlijk niet aan kan. Dus ik loop mooi via de linkerkant, oftewel via de jungle. En meestal komt hier wel iemand aanrennen. Ja hoor. Dat is 1. Dat is 2. Even healen. Dat is... niet 3. Even healen. Er zitten er 4 in totaal. Dat is 3. Even healen. Waar is 4? Hij zit daar nog hoor, denk ik. Nee, hij zit er niet meer. Oké, nummer 4 is ontsnapt. Ik moest even concentreren daar. Nummer 4 is weggerend blijkbaar. Zit er hier nog één binnen? Die moet ik even... oh. Ik wilde zeggen, die moet ik even killen, maar... hij heeft een hele leuke razorwire neergelegd. Wat we dan doen is, ik heb een ander maniertje. Ik weet ook niet... oh, ik weet ook niet of die er nog zit. Ik moest hier niet naartoe. Ik zei het nog, hè. Ik moet niet dat midden in. En ik zit er nu toch echt. Ik moet weg. Ik moet hier weg. Teammate, beschermen. Beschermen, jongens. Beschermen, jongens. Dank je. Was niet zo moeilijk. Gewoon even je teammate beschermen. Dat is niet zo moeilijk. Dankjewel. Ik kan dat midden niet in met dit wapen. Dus ik ga omlopen nu. Wel, goed op die minimap letten. Hopen dat er niemand ghost gebruikt. Alright, we lopen door, we lopen door, we lopen door. We lopen nog steeds door. En we worden opgehouden. Er zit er als het goed is nog één, ergens. Hij loopt daar zo gelopen. En ik zit sowieso in mijn rug. Ik weet het 100% zeker, maar ik wil doorrennen. Want anders zit mijn team in de penari namelijk. Pas op, teammate. Let's go. Leidingsrijk is binnen, nog één killetje. Dan hebben we ook de Hellstorm. Dat zou mooi zijn. Hoppatee, Hellstorm is ook binnen. Granaatje gooien. Oh, hij komt terug. Wat een baas. Hij blijft gewoon doorschieten. Applicatie wordt over 5 minuten opgeschort. Was er een sessie niet gaan worden geverifieerd? Waarom, game? Wat doe je me nou aan? Dan moeten we binnen 5 minuten winnen. Geen flauw idee. Ik heb die melding nog nooit gezien gewoon. Dus het zal wel. Oh, wacht. Niet die leidingstrijk gooien. Er zit er hier namelijk één. Wat doe je nou? Wat doe je nou met die meshmice, bro? Denk jij dat wij dat leuk vinden? Nou, ik denk van niet namelijk. Ik weet niet waar ze zitten. Wacht, ik hoorde volgens mij iemand in het water. Nee, niet. Oh my, serieus? Hij gaat er campen en er zat er wel in het water. Hij kwam namelijk later, kwam hij naar binnen springen namelijk. Oh nee, hè.
Ze hebben een dart, daar ben ik niet bang voor, gelukkig. Waar ik wel bang voor ben, is die camper daar, jongen. Dat is namelijk wel echt een vieze rikje. Lekker. Oké, we gaan achter die camper aan, ja. Ik ben er klaar voor namelijk. Ik heb een war machine. Oké, dat zijn er twee. Dankjewel. Dat is die camper, dankjewel. Nee, hij zat er nog één. Nee, ik had er al zoveel gekild, hè. Er zat er nog één. Oh, wat een vieze rikken zijn dit, jongens. Ze zitten allemaal op dat campspotje daar. Ik heb mijn leiding ook gewoon gegooid. Gaat helemaal compleet fout. No effect. Copy that. Maar die barricade is ook zo ongelooflijk sterk, hè. Wat ik ook doe, hij gaat gewoon niet kapot. Ik heb er al 3 war machine kogels op geschoten. Ik heb al letterlijk een Sentexje erop gegooid. En hij staat er nog steeds. Hij is nog steeds niet kapot. Die barricade is zo ongelooflijk sterk tegen explosieven. Dat is letterlijk niet meer normaal, joh. Achter ons, achter ons. Kut! Nee! Oké, dit is dus het moment dat ze specialisten krijgen. Dus nu moeten we echt gaan omlopen gewoon. Oh, nee, hè. Oh, heeft hij zijn riot shield in één keer te pakken. Hij zit daar, teammate. Ik weet niet wat je gaat doen, team. Teammate gaat er gewoon recht op af. Die vent die heeft er zin in. Maar hij gaat nu wel dood, want hij zit hier te campen namelijk, team. Dankjewel. Hij wou weer een mesh mij gooien. Zag je hem gaan? Hij stond klaar om hem neer te gooien. Maar gelukkig voor mij is dat niet gelukt. Lekker bezig. Nee! Ik wist dat ze daar spannen. Ik wil mijn granaat erin gooien. Maar hij gooit dat ding heel erg traag. Dus op het moment dat je op je knopje drukt, gaat hij hem eerst pakken. Dan gaat hij de pin eruit trekken. Dat gaat veel te traag. Dus vandaar dat het, ja, het ging helemaal fout. Ik wist dat ze er spannen namelijk. Ik kon ze makkelijk killen. Oké, dan gooi je hem wel daar, ja. Gewoon een gokje. En er zit niemand. Oké, goeie gok, Jan. Goeie gok weer dit. De enemies hebben een hond rondlopen. Terwijl we moeten daar wel eventjes goed voor oppassen. Even naar het midden kijken, want daar zitten ze namelijk, team. Ik wil eigenlijk dat midden niet door. Ja, die hond loopt er, wacht. Oké, hond is neer, dat is goed. Ik ga dat niet pushen. Ik ga dat namelijk niet kunnen winnen, die afstanden. Teammates die zitten te schieten met snipers, SDM'tjes. Alles erop en eraan. Dus ik laat het lekker aan hun over. Dan hoeven wij dat midden niet in namelijk. Oh my god, ik hoorde hem lopen. Hij heeft weer een barricade neergezet. Nee! Bro, ze zitten allemaal aan het raampje. Boom, campers! Die voor jullie! Op zo de mieteren met je stomme raampjes gecamp, ouwe. Zo lossen wij dat op hier. Op de harde manier. Oké, nu spannen ze wel allemaal aan de andere kant. We hebben bijna de game gewonnen. Nog 15 kills. Maar ik moet je wel even toegeven. Die enemies spelen best wel vies, hoor. Met wat ze allemaal doen. Vooral die barricade, man. Zit er hier naar binnen, zit er hier naar binnen, zit er hier naar binnen. Let op. Teammate, ren. Teammate, je duwt me. Dat is niet handig, hè, bro. Oké. Okay. Nu! Ik wist dat hij kwam oppushen en de 5 minuten waren voorbij! Ja, wat is dit dan? Kan de Colt het niet gebruiken? Ik ben toch gewoon online? Het stond al in mijn beeld. Ja, over 5 minuten wordt de game afgesloten. Ja, weet ik veel waarom. Maar blijkbaar kon hij de licentie niet meer verifiëren op een of andere rare, mysterieuze wijze. Want ik stond gewoon online namelijk in het potje. En is ben ik mijn game uitgegooid. Nou, dan gaan we er ook nooit achter komen wat mijn eindscore is. Dan gaan we er ook nooit achter komen of mijn team dit potje nog gaat winnen. Maar dan gaan we er wel achter komen dat de Hades super chill is. En dat je mid-game, op het moment dat dus de enemies hun specialisten halen. De Riot Shield, de Tempest, de War Machine, de Annihilator. Want ze komen allemaal ongeveer op hetzelfde moment namelijk. De specialisten die kunnen killen.
je gewoon even moet omlopen en ze in een ruggetje moet pakken. Dat is echt heel, heel erg handig om te doen. Maar sorry, ik kan hier niks aan doen. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Ik hoop dat jullie hem doof vonden. Als je hem doof vond, ramp die like erop. En hopelijk ook weer zoals altijd. Tot de volgende keer, mensen. Bye bye.